Hoe een circulaire ondernemer uit Lelystad uitgroeit tot een wereldspeler. Wij kunnen een matras recyclen in tijd van 50 seconden. En dat kan eigenlijk helemaal niemand op de hele wereld niet. En waar bijzonder beton wordt geproduceerd. Deze betoncentrale die hier staat, die staat nergens in Nederland. En die wasser die we hier achter zien staan, die puinscheidingsinstallatie, die staat nergens in Europa. Dat is een eigen ontwikkeling waarbij we volledig het proces zo hebben gemaakt dat we alles 100% kunnen recyclen. En over alle onderdelen van de woning is nagedacht. Hout is in hoge mate circulair omdat het oneindig toegepast kan blijven worden in andere vormen. Maar ook alle componenten die wij aan die woning toevoegen, die zijn op zijn minst recyclebaar of upcyclebaar tot in hele hoge mate. Maar een circulaire economie vraagt ook vernieuwend onderwijs. Het gaat echt over ketenvorming en dat gaat dus ook over ketenvorming in het onderwijs. En restafval van vis krijgt een totaal nieuw leven bij de beautyproducten van Skin for Skin. Het is gewoon een complete manier van omdenken. Het is dus een heel ander product. Het valt allemaal onder noemen collageen, maar toch eigenlijk weer anders. En dit is ook een voorbeeld van circulaire landbouw in Flevoland. Pluimveehouderij en omliggende akkerbouw werken hier samen. En ze proberen hetgene wat eigenlijk niks is of niks waard is, toch weer tot waarde te brengen aan de andere kant van de boerderij. In deze korte film gaan we op ontdekkingsreis door Flevoland op zoek naar circulaire bedrijven en stellen ons voor hoe dit er in 2030 uit zou kunnen zien.